zijn de Invictus Games. Daar hebben oud-militairen iets aan elkaar. Het zijn militairen die psychische of lichamelijke problemen hebben na een missie. En u wilde een moment van afgelopen editie heel graag laten zien. I suffer from PTSD and I have flashbacks and things like that. And some of my trigger points, the noises of helicopters, the rotor blades and things like that. And I just go into a completely different world. Edwin understands straight away. When I saw the movements with your head, so and I just threw my record around and took him by the head, and we sing the song, you know, from Frozen, you know, Let It Go, Let It Go. And we looked in each other's eyes, and he let go. Yeah! Normally, if you win, if you get silver, you lose from the gold. But we didn't lose, we win silver. Ja, u haalt dit evenement dus in 2020 naar Nederland. Waarom is dit moment dat we hier net zagen nou zo typerend, zo dit bijzonder? Dit is precies waar de games over gaan. Mensen die zichzelf uit de dal halen, omdat ze niet meer willen denken in beperkingen, maar in kansen. En ook anderen helpen. Ja. Dat is de Invictus Games. En die komen dus naar Nederland in 2020. Hoe mooi is dat? Dat is hartstikke mooi.